Welkom allemaal hier in Assen op deze bloedhete dag. Maar hier is het heel lekker. En voor zover misschien toch door airco te koud, krijgt het met elkaar toch ook nog weer een beetje warmer. Dus dan komt alles vanzelf goed. Dit is het tweede symposium dat we als Acara organiseren vanuit onze academische functie. Een academische functie is de taak die we als Acara ook hebben om onderzoek te doen en kennis te verspreiden. Daar gaat deze middag over en daar gaat het vooral over hoe zorgen we dat we steeds beter worden. Dus niet hoe zorgen we dat we goede hulp neerzetten, dat is één ding, maar hoe zorgen we dat we goede hulp neerzetten en dat we volgend jaar nog betere hulp hebben en dat dat proces doorgaat. En ik vind dat we op dat thema wind mee hebben. Ik had nog even nagedacht, wat moet nou het eerste plaatje hier zijn? Nou, dat is plannetjes geworden. Maar ik had nagedacht, misschien moet het een foto zijn van Alicia. Alicia, nou, ik denk dat iedereen hier wel eens een beetje die documentaire heeft gezien. Alicia is een meisje en ik vind dat daar te veel plannetjes op zijn losgelaten. Zorg waar onvoldoende over is nagedacht. Zorg die we al heel lang op dezelfde manier uitvoeren, die eigenlijk niet goed werkt. En de documentaire Alicia heeft gemaakt, die documentaire gaat door het land, wordt op veel, veel plekken vertoond met grote zalen met mensen die in debat gaan met elkaar en die nadenken, hoe moet het nou anders? En die mensen beginnen ook allemaal na te denken over, hoe moet het anders? En de documentaire heeft bijvoorbeeld toe geleid dat er zorgbestuurders zijn die zeggen, en ik weet er vier bij naam, die zeggen, dat is eigenlijk wel erg. Als ik die documentaire zie, dit was 20 jaar geleden zo en het is nu nog zo. We zijn eigenlijk veel te weinig ontwikkeld. We laten het nog steeds gebeuren dat kinderen op deze manier in de knel komen en dat we eigenlijk kinderen opvoeden. En één bestuurder zei tegen mij, ik ben gewoon een opleidingstraject voor dit soort mensen. En daarmee bedoelt hij, ja, als zo'n kind bij mij weggaat en krijgt zelf ook kinderen, dan zijn ze er alweer. Want we doen dat verkeerd. Nou, ik ben dus die makers van de documentaire enorm dankbaar. Dat zij een beweging in gang zetten van wij moeten zorgen dat zorg steeds beter wordt. We maken denk ik in de jeugdhulp, in het hele domein, hebben we een vergissing gemaakt. Daar waar we in de somatische gezondheidszorg, in de lichamelijke gezondheidszorg het volstrekt normaal vinden dat alles steeds beter wordt, doen we dat met jeugdhulp eigenlijk niet. En die slag moeten we nu gaan maken en die documentaire helpt daarbij. En plannetjes, nou ik gooi het tegenwoordig overal in als ik denk, daar komt weer iets. En de eerste keer dat ik het woord plannetjes gebruikte was in de Tweede Kamer. Ik was uitgenodigd om mee te praten over de evaluatie van de jeugdwet. En daar zei iemand over hoe ingewikkeld het is voor in gezinshuizen. Dat zijn vaak jonge ouders die dat vormgeven en dan krijgen ze de 5 moeilijke kinderen bij. En dan moeten ze hun eigen kinderen er ook nog bij hebben. En dat heeft een hoog afbreukrisico. En toen zei een Kamerlid, maar dan zouden we misschien 2 van die jonge echtparen op zo'n gezinshuis moeten zetten. Nou, ik word daar echt kwaad van. Of soms word ik er ook verdrietig van, maar ik kan er niet meer tegen in ieder geval. Dus ik zei ook tegen het Kamerlid, kijk, dit is wat dus de pest is voor de hele jeugdhulp. Iedereen denkt dat hij iets weet over hoe dat moet met jeugdhulp. Iedereen denkt dat hij met zijn plannetje ook weer een bijdrage levert. En ik weet ook wel, iedereen doet ontzettend zijn best, maar het zijn maar plannetjes. En we zouden echt niet het aan Kamerleden overlaten om te bedenken hoe we diabetes beter gaan oplossen of hoe we reuma beter gaan oplossen. Daar hebben we mensen voor die daar in doorgeleerd hebben. En voor jeugdhulp hebben we ook mensen die hebben doorgeleerd. En die moeten we inzetten om dat proces van verbetering goed te gaan lopen. En nou ja, die beweging moeten we op gang krijgen en daar gaat deze middag ook over. We hebben als, zit in het bestuur van GGZ Nederland. En vanuit dat bestuur zit ik in het overleg met de andere branches jeugdhulp. En met die branches hebben we dit model gemaakt. En dat gaat over ontwikkelen van zorg. En dit plaatje zal in de middag wel vaker terugkomen. Horizontaal in die balk staat links een gezin in Nederland. En we willen heel graag dat iedereen zichzelf kan redden hier in Nederland. Maar soms is het toch een vraag.
Met die vraag kun je nu naar de basisjeugdhulp. En dat is de huisarts of het is het wijkteam. Daar kun je antwoord krijgen en dan ben je gerustgesteld. En dan kun je terug naar huis als ouder of als kind en dan kun je verder. Soms lukt dat niet en dan hebben we in Nederland specialistische zorg. Wat we in dit model gedaan hebben, hebben we eruit gehaald. Jeugdzorg, jeugd-GGZ, LVB, allemaal weg. We hebben het gewoon hulp genoemd. Wat we er ook uitgehaald hebben is dat er eerste lijns, tweede lijns, derde lijns, topzorg, hoogspecialistische zorg, weet ik veel wat er allemaal kan zijn, wat je allemaal kunt bedenken, hebben we er ook allemaal uitgehaald. We hebben gezegd, we hebben specialistische zorg en die komt veel voor of die komt weinig voor. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik dacht toen dat model er was, dat is mooi, nu is er volstrekte helderheid. Het komt veel voor, het komt weinig voor. Wie schetst mijn verbazing dat er toch weer een organisatie is die denkt, wacht even, wij zijn anders. Wij zijn schaars voorkomende zorg. Nou ja, we hebben er nog contact over. Weinig voorkomende zorg is zorg die je niet lokaal kunt organiseren. Veel voorkomende zorg, we kunnen bijna alle angstbehandelingen in specialistische zorg, kunnen we wel lokaal vormgeven. Het moet niet al te klein lokaal zijn, maar kun je behoorlijk in de buurt vormgeven. Maar het behandelen van meisjes met een eetstoornis, die misschien wel bijna doodgaan, of ernstig autisme, of kinderen die slachtoffer zijn van loverboys, of al dat soort zaken. Dat is zorg die minder vaak voorkomt. Die kunnen we niet lokaal vormgeven, dus dat is bovenregionaal. En bovenregionaal kan zijn voor 3 provincies, of landelijk, of hoe het maar is, maar het is bovenregionaal. Dat is weinig voorkomende zorg. Daaromheen, en dat is het belangrijkste eigenlijk, zit een cirkel die gaat over ontwikkeling. Linksboven staat ophalen van vragen van burgers in de samenleving. Welke vragen leveren we in de samenleving of leveren we in de burgers over de problemen die er zijn? We hebben veel dikke kinderen of we hebben veel kinderen die uit huis geplaatst worden. Dat zijn vragen die heel belangrijk zijn waar antwoord op moet komen. En we zijn geneigd om van linksboven naar rechtsonder te gaan. Dan maken we gelijk een product, want dan hebben we een oplossing. Nou, dat noem ik dus plannetjes. Dat is de korte weg, dat zijn plannetjes waarvan we vaak niet zeker weten of ze werkt en waarvan je achteraf vaak kunt zeggen, ja, die werken dus niet. En soms gaan we daar jaar in, jaar uit mee door en dat hebben we met de Alicia's van Nederland gedaan. En dit model roept op, laten we nou die cirkel netjes lopen, als we zo'n vraag hebben, we hebben veel te veel Alicia's, dat moeten we gaan oplossen. Dan moeten we langs die wetenschap lopen en aan die wetenschap vragen, net als bij reumazorg of diabeteszorg of bij kankerzorg, gaan we aan die wetenschappers vragen, kunnen jullie nou meedenken, wat kan nou een volgende stap zijn, hoe kunnen we een beetje beter worden? En dan pas, als ze daar weten van hoe kunnen we weer een stap zetten, kunnen we een beetje weten, dan komt het nieuwe product. Dan moet je wel gaan opleiden, want anders hebben we er nog niks aan, dat vergeten we ook nog wel eens, dat je dan mensen moet opleiden. Dan moet je mensen gaan opleiden en dan kan die gaan lopen. En dan kan het zo zijn dat zorg begint te schuiven, daar staan die groene pijlen voor, dat iets wat eerst veel voorkomt in dat domein zit, wat misschien, nou, dat we er misschien zo goed in worden, dat het naar de wijkteams kan schuiven. Kan het gelijk zijn dat iets, stel dat alle angstbehandelingen naar het wijkteam gaan en er blijven nog een paar angstbehandelingen over die te moeilijk zijn, dat die dan misschien opschuiven naar rechts, naar weinig voorkomend, omdat we dat niet meer lokaal kunnen vormgeven. Nou, zo kan het gaan bewegen. Dit is dus een ding in de tijd. En we hebben vanmiddag 3 hoofdlezingen met daaraan gekoppeld pitches. Die gaan allemaal over dit thema. Hoe gaan wij in de komende jaren de zorg echt beter maken? En hoe gaan we de strijd aan tegen de Alicia's? Tegen het aanwezig zijn van Alicia's. Veel plezier vanmiddag.